Nelson Amodin, de eerste uitzege van FC Dordrecht van dit seizoen is een feit. 1-0 tegen Jong PSV, gefeliciteerd ermee. Wat gaf volgens jou de doorslag vanavond? Nou, vandaag vond ik dat als team heel goed stonden. We gaven ook niet veel kansen weg. En op momenten probeerden we te pieken, de counter bijvoorbeeld. En zo kwam ook eigenlijk de eerste goal van ons. Dus, Want jij hebt daar ook een belangrijk aandeel in. Want uit jouw schot, de rebound dus, die Jarit Schuurman binnentikte, scoort FC Dordrecht de enige goal van de wedstrijd. Wat was precies jouw rol? Want echt in die eerste helft, die ging als een gek. Ja, mijn rol was gewoon meer van dat ik een beetje een vrije rol had, zeg maar. Ik mocht tussen de linies komen, buitenkant. Daarin mocht ik gewoon vrij zijn, dus heb ik dat goed ingevuld. En op het moment gewoon laten zien wat ik in huis heb. Dus ja, dat is het eigenlijk. Was je verbaasd dat je veel ruimte kreeg om te voetballen? Volgens mij, ja, ik was wel verbaasd eerlijk gezegd. Ik dacht wel dat ze het heel goed compact zouden houden. Maar bleek dat we toch wel heel goed onderuit konden voetballen. Dus dat was wel mooi. De laatste weken maak jij meer minuten bij FC Dordrecht. Wat is er voor jou veranderd waardoor jij nu wat vaker de minuten mag pakken bij FC Dordrecht? Nou, ik kom van Feyenoord af, van de jeugd. Dus daarin moest ik denk even goed op ritme komen. Om het eerste niveau goed onder de knie te hebben. En ik denk dat het afgelopen week steeds beter gaat. En waardoor ik ook steeds meer minuten maak en nu in de baas sta. Want je hebt dan, als ik het vrij vertaal, een moeizaam begin van het seizoen gehad. Waardoor loopt het nu beter bij jou? En dat getuigt zich in een goede wedstrijd van jou vandaag tegen Jong PSV. Nou, het eerste begin van het seizoen ben ik ook een tijdje geblesseerd geraakt. Dus daarin moest ik ook doorkomen. Maar gaat weken steeds goed, kom steeds beter in mijn vel. En nu blijkt ook dat ik gewoon in zulke wedstrijden ook kwaliteit kan uiten. Wat doet deze volwassen overwinning, want dat was FC Dordrecht vandaag, de volwassen vandaag tegen Jong PSV. Wat doet dit met de ploeg? Ja, sowieso een hele boost. We hebben lang tijdje niet gewonnen. Dus zo'n gewone wedstrijd uit bij PSV, dat doet iedereen goed. Ben je een gangmaker in de bus? Nee, ik ben wel een stille jongen, maar tegelijkertijd kan ik ook wel soms druk zijn, dus een beetje tussenin. Je hebt vandaag alle reden om druk te zijn. Ja, dat sowieso.